Hoe kijk jij terug op jouw laatste wedstrijd als trainer van Excelsior? Ja, verloren, verliezen is nooit prettig. Daarvoor wilden we teveel een goed resultaat hebben. Ik denk dat het er ook wel lange tijd in heeft gezeten. Alleen na de rust ging het allemaal net even te snel. En toen brak het elftal in twee. We zijn lang in de wedstrijd geweest. Ajax heeft uitgespeelde mogelijkheden gehad. Wij hebben kansen gehad. Dus teleurstellend dat we niet minimaal een punt hebben gepakt. Want dan ga je er toch met een beter gevoel af. Aan de andere kant hebben we iets wat rechtgezet na vorige week. En jammer dat we niet de supporters hebben kunnen belonen voor een steun van het afgelopen seizoen met een overwinning. Aan de andere kant. Ja, ontneemt dat niet de glans van het seizoen wat we gedraaid hebben. Het was voor jou ook wel echt nodig om die wedstrijd van vorige week te doen vergeten. Er moest vandaag gewoon een goede wedstrijd gespeeld worden en dat is gelukt, ondanks de nederlaag. Nou goed, kijk, het is vandaag 27 graden. Dus nogmaals, zijn geen excuses, maar dan weet je wat voor wedstrijden er gaan komen. Er is geen belangen meer op het spel, alleen om de eer. En dat hebben we geprobeerd. En dat is in ieder geval gelukt. En het was zomeravondvoetbal. Die wedstrijd heb ik ook aan het einde van het seizoen gespeeld toen ik heel lang geleden nog voetbalde. Dus dat hoort er ook bij. Ik vind het jammer dat we dat onszelf niet beloond hebben. Maar goed, wat ik net al zeg, ik, stabiele middenmotor, nou, dat is een compliment waard. Alleen we hebben niet het besef gehad, en dat is jammer, dat er echt meer in had gezeten. En daar is natuurlijk wel de wedstrijd tegen Heracles een breekpunt in geweest. Maar er had meer in gezeten en dat is jammer. Aan de andere kant zijn we stabiele middenmotor dit jaar. Zou je ook niet ontgaan zijn dat de supporters meerdere keren tijdens deze wedstrijd ook jouw naam hebben gescandeerd? Dat doet toch wel wat met je? Ja, ik sta niet graag in het middelpunt van de belangstelling, maar goed, dan had ik een andere job moeten kiezen. Hè, want het kan positief of negatief zijn. Geweldig, één woord. Ik bedoel, dat betekent dat het gewaardeerd wordt en werd wat we met z'n allen gedaan hebben. Want het is natuurlijk geen eenmansactie, dat mogen duidelijk zijn. Dus langs deze weg wil ik ook heel veel mensen al bedanken en ik ga er een heleboel vergeten, maar sponsoren, spelers, medische staf, technische staf, supporters, vrijwilligers, noem allemaal maar op. En een hele grote dank aan Ferry de Haan en Wouter Gudde die mij de kans hebben gegeven om in de Eredivisie te werken. Nou, dat is top en dan is het prettig als je het werk wat Excelsior een aantal jaar geleden is gestart, hè, dus eerst met marines promoveren en handhaving, daarna met fonds, dat je dat met z'n allen toch weer een stapje naar een niveautje hoger kan tillen. Nou, dat is natuurlijk wel een compliment waard voor iedereen. Geeft het eigenlijk ook wel een beetje aan, hè? Inderdaad, een hoop waardering van de mensen om je heen. Hoe kijk jij verder terug op die periode bij Excelsior? Ja, heel positief natuurlijk. We hebben ook mindere tijden gehad, maar van mindere tijden dan leer je jezelf kennen en dan zie je ook wat voor een mooie club Excelsior is. En ik denk dat Excelsior, alles wat ik na Excelsior ga doen, dat ik niet meer zo'n club ga vinden, omdat ja, de rust is er, de visie is er. En waar een kleine club heel erg groot in zou zijn. Klein tussen aanhalingstekens, want ik weet wat we hier allemaal voor moeten doen. Ja, en dan kijk ik met een heel tevreden, positief gevoel terug op 2 jaar hard werken met z'n allen. Maar dat is ook Excelsior, dat straalt aan alle kanten uit. Iets meer doen dan waar je voor gekomen bent en dan komen de resultaten vanzelf. Ja, mensen die roemen altijd die rust die hier hangt bij Excelsior, maar dat is ook echt zo, hè? Nou, ik als trainer, kijk, ik ben Portugal gewend, dus ik weet hoe het er aan toe kan gaan op een andere manier. En daar moet je ook tegen wapenen. Is hier altijd rust. Hè? We hebben momenten gehad, zeker vorig seizoen, waar we het lastig hadden. Een aantal wedstrijden op rij verliezen. Op een gegeven moment kom je onder de rode streep. Dan vindt iedereen daar wat van. En die gesprekken zijn niet alleen maar positief, maar die gesprekken zijn om te zeggen van nee, waar zijn we mee bezig? Doen we de dingen nog wel die we hebben afgesproken? Maar er komt niks naar buiten. En dat is gewoon heel prettig werken. En uiteindelijk betaalt dat zich uit. Nu zit het seizoen erop. Jullie gaan dan wel wat trainen, jullie gaan dan naar Ibiza, er komt nog een oefenwedstrijd. Ja, en dan? Ja, dat is juist het gekke altijd na een seizoen. Het is in één keer afgelopen. En wat dat betreft zeg ik gekscherend een beetje, het is een saai seizoen geweest. Normaal gesproken werk je ergens naartoe en dan heb je een climax. Nou, we hebben een climax gehad tegen VVV, waar je weet 35 punten. En dan ga je door naar het einde van het seizoen. En dat is voor iedereen toch natuurlijk wel een nieuwe fase geweest. Hè? Zeker voor Excelsior uit. En daarom zeg ik, misschien hadden we daar terug op kijken. Hadden we dat misschien een aantal dingen anders kunnen doen. Om het daadwerkelijk eruit te kunnen halen en echt geschiedenis te schrijven. Nou, dat is in ieder geval jammer. Maar goed, wat dat betreft zeg ik, het is een saai seizoen geweest. Want je hebt eigenlijk geen climax meer gehad. Vorig jaar moest je nog tegen Feyenoord. Ja, dan komt dat tot een grote ontlading. En ja, je bent stabiel. Je bent de middenmotor. En je kan op een gegeven moment niet meer naar boven en naar beneden kijken. Naar boven hadden we gekund, maar naar beneden niet meer.
Die gaat Excelsior heeft dit seizoen beëindigd. Dat is een van de beste seizoenen in de clubgeschiedenis. Dat is, ja, jij bent eindverantwoordelijke, dus dan ook de credits uiteraard daarvoor. Ja, wat gaat er nu volgend seizoen gebeuren met Mitchell van der Gaag? Ja, dat is altijd de mooie vraag. Ik bedoel, je kiest ergens voor en weten dat er heel veel trainers zijn. Dus voetballerij is heel opportunistisch. Het kan heel snel gaan en je kan van heel populair zijn tussen aanhalingstekens naar heel negatief komen. Dus dat zit heel dicht bij elkaar en dat besef ik ook heel goed. En ik op dit moment spelen er een aantal dingen en nog niks concreets. En de komende dagen, weken moet uitwijzen of het wat gaat worden. Dus, dan wederom over het buitenland, want dat is echt wel jouw grote wens. Nou goed, men heeft me ooit gevraagd wat ik heel graag zou willen. Nou, dat is het buitenland. En of dat mogelijk is vraag 2. Er loopt wel wat. Aan de andere kant zijn er in Nederland ook dingen. En dat zou eventueel ook een optie kunnen zijn. Dus er speelt iets in binnenland en in het buitenland? Ja, klopt. Wanneer verwacht jij daar iets meer over? Wanneer verwacht je daar duidelijkheid over? Want je wilt er nog niet al te veel over zeggen. Nee, maar goed, ik vind het ook geen zin. Nee, maar goed, ik kan nu wel wat dingen gaan roepen. Ik bedoel, ik loop lang genoeg mee dat het eerst zekerheid moet zijn en dan een keer naar buiten komen. En al die geruchten en al die onzin, al het geneuzel zeggen we hier altijd binnen de club. Ja, daar heb je niks aan. Dus ik hoop zo snel mogelijk. Maar goed, dat heb ik niet alleen zelf in de hand. Dus hopelijk binnenkort duidelijkheid. Maar eerst toch even die vakantie. Ja, maar in ieder geval niet vergeten wat er vandaag gebeurd is. In die zin, heel positief gereageerd op het elftal. En dat is het belangrijkste. Spelers moeten toch doen. En soms gaat dat met heel sympathieke woorden. Soms gaat dat ga je clashen. Maar uiteindelijk hebben we een teamprestatie neergezet. En samen, in samenwerking met je supporters was dat vandaag natuurlijk, ondanks het resultaat, geweldig om te zien. Ik ben vrij nuchter, maar het doet me wel wat. Omdat dat betekent dat je gewaardeerd wordt. En daar doet iedereen het uiteindelijk ook voor. Is er zo'n momentje waarbij je jezelf dan nog over alles laat vallen en denkt van ja, we hebben daar wel wat neergezet met z'n allen, dat je daar nog eens eventjes op je gemak aan terug gaat denken? Nou, we hebben vandaag een beetje de hoogtepunten van het seizoen laten zien. En dus voor mezelf heb ik dat altijd wel op een rijtje van wat er allemaal gebeurd is, zowel positief als negatief. Momenten die bepalend zijn in zo'n seizoen waar je naar kijkt en die belangrijk zijn geweest. Van, als dat even slecht wat minder uit was gevallen, dan had je misschien wel onderin gestaan. En dan komt dat vandaag allemaal samen en dat is gewoon mooi en top. En ja, je ziet de club groeien.